Zullen er vele verschillen zijn in mijn gemeenschap. Wij moeten daar niet te veel naar kijken. Wat zegt hij? Salasim zegt hier, hij geeft ons raad. Al die verschillende gemeenschappen, al die wegen, zegt hij, houd jullie stevig vast aan mijn sunnah. En die van mijn naaste vrienden en volgelingen, hou eraan vast. Alsof je met je tanden iets vasthoudt om het niet kwijt te raken. En dan zeg ik jullie, de sunnah die wij nu van hem moeten volgen, echt waar, 5 keer per dag binnen. En gedraag je goed. Doe jouw salat. En gedraag je goed. Kom naar de moskee en bid je 5 gebeden. En wees een goed persoon. Bid jouw 5 salaat. En gehoorzaam je ouders. Bid 5 keer per dag. En geef eer aan je moeder. Bid 5 keer per dag. En geef eer aan je vader. Bid 5 keer per dag. En maak je studie af. Bid 5 keer per dag. En werk. Alsof je elke moment bij Allah subhanahu wa ta'ala terug kunt keren. Want dit is hetgene wat ons van nut zal zijn, geliefde aanwezigen. Dit is de sunnah van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار ثم أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Geliefde aanwezigen, geliefde broeders en zusters. Vorige week had ik de eer om hier voor jullie te staan. En vorige week heb ik van Allah subhanahu wa ta'ala de enorme gunst gekregen om een preek tot jullie te richten. En die ging erover natuurlijk dat wij moeten gaan wedijveren met elkaar in het doen van het goede. En het goede wat wij kunnen doen is natuurlijk de salaat. 5 keer op een dag, zo goed mogelijk, zo perfect mogelijk, met de juiste intentie, met de juiste aandacht, met de juiste concentratie. En dan hopen wij dat Allah subhanahu wa ta'ala het voor ons zal accepteren. Want wanneer Allah subhanahu wa ta'ala onze salaat accepteert, dan accepteert Hij al onze daden die we ernaast doen. Maar wanneer Allah subhanahu wa ta'ala onze salaat niet accepteert, dan hebben we een groot probleem op de dag des oordeels. Want dan is de kans groot dat Hij al onze daden die wij naast het salaat verrichten niet zal accepteren. En geliefde aanwezigen, het elkaar aansporen, met elkaar wedijveren om het goede te doen, is na de salaat, is een hele mooie, prachtige, is het volgen van de sunnah van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Het volgen van het gedrag van onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Het volgen van hetgene wat hij heeft gedaan. Het volgen van hetgeen wat hij heeft gelaten. En we zoveel mogelijk ons best te doen. Om zoveel mogelijk over hem te weten te komen. Zodat ook de liefde voor deze man in onze harten zal groeien. En dit is ook iets waarbij wij natuurlijk samen moeten wedijveren. Samen elkaar moeten aansporen om dit voor elkaar te krijgen. Geliefde aanwezigen. Allah subhanahu wa ta'ala die zegt hier dat het is ons opgedragen om van de profeet te houden. En als wij van Rasulullah houden, dan moeten wij dat laten zien. En hoe kunnen we dat laten zien? Dat kunnen wij laten zien, inshallah, door het volgen van de sunnah van hem. Door het volgen in zijn gedragingen. En in het hem gehoorzamen van hetgene hij ons heeft nagelaten.
En dan zegt Allah hier in de Koran: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Hij zegt hier ons: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ. En wat de boodschapper jullie geeft, wat hij jullie heeft gegeven in de ibada, in de aanbidding, in het wegblijven van de zonden, in het verrichten van de goede daden, in het liefhebben van elkaar. Deze zaken die hij jullie heeft gegeven, zegt Allah, neem het. Neem het. Een soort bevel. وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُدُوهُ. Neem het. Neem het je eigen. Pak het aan. Laat het niet los. Neem het, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Maar wat hij jullie verbiedt. Wat hij jullie verbiedt. فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. En wat hij jullie verbiedt. Hetgene wat hij jullie heeft verboden. De zaken die duidelijk zijn. De zaken die duidelijk zijn. Zoals natuurlijk het, ja, wat zal ik zeggen. De zaak zoals het drinken. Alles wat verboden is. Drinken van alcohol. Het overdreven. Luisteren naar schadelijke muziek. En al die zaken, zegt hij. Onthoud jullie daarvan. Blijf daarvan weg. Wattaqullah. Inna Allah shadidul iqab. En dan zegt Allah hier. Vrees Allah daarom. Vrees Allah om deze zaken. Wat de profeet jullie heeft gegeven. Wat hij doet. En waar hij jullie heeft bevolen om weg te blijven. Blijf er vanaf en vrees Allah. Dat wil zeggen. Wees bang dat je dit niet doet. Wees bang. Kijk uit dat je dit niet doet. Want waarom? En dan zegt Allah hier. Inna Allah shadidul iqab. En Allah zegt hier een van de weinige keren in de Koran. Dat hij hard is in de bestraffing. Dat hij als het ware. Ja, kijk daarmee uit. Want als je dit niet doet, als jij het tegenovergestelde gaat doen, als jij de profeet zijn aanmaningen, zijn waarschuwingen links gaat laten liggen, en degene wat hij jou heeft verboden juist gaat doen, dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, vrees mij daarom. Vrees mij daarom, want ik ben hard in de bestraffing. En Allah subhanahu wa ta'ala spreekt heel weinig over zijn hardheid in de bestraffing. Hij spreekt vele, vele, vele malen over zijn beloning, over zijn rahma, over zijn liefde, over al die zaken waarvan wij natuurlijk blij van worden. Over het paradijs wat voor ons is beloofd en dit en dat. Maar toch zegt hij af en toe, kijk uit, want ik ben straf in de bestraffing, want ik ben streng in de bestraffing. Allah subhanahu wa ta'ala, geliefde aanwezigen. Hij waarschuwt ons ook ervoor om niet in de verleiding te komen. De profeet ongehoorzaam te zijn. Hij zegt tegen ons, kijk daarmee uit. De shaitaan is op de loer. De shaitaan zal ons heel vaak zeggen. Wij zeggen van, het is maar sunnah. Het is maar sunnah. Wij moeten weten dat een van de ibadah van Allah subhanahu wa ta'ala is het volgen van de sunnah. Het volgen van Rasulullah in zijn gedrag, in zijn doen en laten, in zijn ibadah, in zijn kleding. En helaas zien we veel broeders. Die volgen de profetische kleding, in zijn uiterlijke kenmerken, in het dragen van de baard en van de kamies en van het tandenpoetsen met de siwak. Maar ik zal je één ding zeggen, de profeet sallallahu alaihi wasallam volgde gewoon de mode van zijn tijd. Wij dienen ons fatsoenlijk te kleden. En fatsoenlijke kleding is duidelijk. En wij moeten ook onszelf kleden dat we niet extreem opvallen in de samenleving waarin wij wonen. Als de profeet sallallahu alaihi wasallam ergens anders had gewoond, had hij gewoon de mode gevolgd van die tijd. Kun je je voorstellen als ik zeg dat hij soms een staart droeg? Waarom? Het was mode in zijn tijd. Kun je je voorstellen dat hij gewoon die kamee, waarom droeg hij die kleding? Omdat het mode was. Wat doen heel veel mensen? Zij volgen de profeet in zijn uiterlijke kenmerken. Maar weet je wat ze laten? Zijn innerlijke kenmerken, zijn perfecte gedrag. Hoe vaak zien wij wel niet zulke broeders die, mashallah, eruit zien dat je denkt bij jezelf, het zijn engelen. Deze mannen, die zien er perfect uit in hun korte broeken, in hun baarden, in hun siwak, in hun manier van bidden. Maar we voelen ook heel vaak dat heel veel, ieder maar rahimahullah, ik spreek niet over iedereen, hè, dat wij heel vaak van deze broeders toch wel een gevoel hebben van, hij kijkt op mij neer. Hij zegt bijna niet eens de salam. En als hij de salam zegt, dan zegt hij het vanuit de hoogte. Wij voelen ons daar niet zo lekker bij. Subhanallah, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je meer de innerlijke kenmerken van de profeet uitdraagt. Dan dat je de uiterlijke kenmerken gaat laten zien. Want dan word je natuurlijk een soort van zonderling in deze maatschappij. In onze maatschappij. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt, waarschuwt ons. Dat wij niet in de verleiding moeten komen om de profeet ongehoorzaam te zijn. Omdat dit een beproeving zal zijn. Waarna een pijnlijke bestraffing zal volgen. Hij zegt: قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَادًا
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Hij zegt hier, waarlijk, Allah kent degene onder jullie die in het geheim wegsluipen. Allah kent de mensen die in het geheim, als het ware, weggaan van de sunna van de profeet. Die aan de buitenkant misschien laten zien dat ze de profeet volgen, maar aan de binnenkant laten ze dat niet zien, in het geheim wegsluipen. En dan zegt Allah hier, laten degene die zijn bevel ongehoorzaam zijn, opletten dat een beproeving hen treft of een pijnlijke bestraffing hen treft. Geliefde aanwezigen, laten wij inshallah ervoor zorgen dat wij Mohammed sallallahu alaihi wasallam in onze hart gaan koesteren. Dat wij van hem gaan houden en dat wij eigenlijk het meeste wat wij laten zien is dat wij zoveel mogelijk ibadah gaan verrichten in navolging van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Dat wij inshallah, natuurlijk, en dan is het beste wat je kunt doen, dat zeg ik nogmaals, is het goede gedrag. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, het zwaarste wat bij Allah zal wegen op de dag des oordeels is ons goede gedrag. Degene die het dichtste bij mij zal zijn op de dag des oordeels is degene van jullie met het beste gedrag. En hij zegt ook, de beste onder jullie is degene die het beste is voor zijn vrouwen. En hij zegt, en ik ben de beste voor mijn vrouwen. Hij gaat hier niet zeggen dat de dichtste bij mij is degene die het meeste mij navolgt in mijn kleding. Of het meeste mij navolgt hoe ik het doe. Maar hij zegt, de beste gedrag. Dus geliefde broeders en zusters. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ook gezegd. Hij zegt, ik herinner jullie eraan om vrees te hebben voor Allah en hem te gehoorzamen. En wie van jullie nog in leven zal zijn, zal vele verschillen onder mijn gemeenschap tegenkomen. Wij zien toch heel veel mensen. De ene zegt dit, de andere zegt dat. Er worden termen gebruikt tegenwoordig, geliefde aanwezigen, die ik nooit van mijn leven heb gehoord. En nou lees ik ze op Facebook, nou zie ik ze overal. Hoor ik opeens, hij is een Ash'ari, hij is een Maturidi, hij is een Salafi, hij is een dit, hij is een dat. Subhanallah. Voor zover ik weet, is dit een goede moslim en dit is geen goede moslim. Deze discussies over die aqida, de ene zegt dit, de andere zegt dat. Weet je dat dat vroeger alleen bij de hoge geleerden aanwezig was. De grootste geleerden spraken met elkaar in boeken. Of ze hadden een congres waarbij ze elkaar probeerden te overtuigen van hun standpunten. Gezien bijvoorbeeld de kenmerken en de eigenschappen van Allah. Dit had niks te maken met de mensen die naar de moskee gaan. En die 5 gebeden per dag verrichten. En die een sadaqa geven. En die meehelpen aan de bouw van de moskee. Het was gewoon eenheid. Daar boven, hoog boven bij de academici en bij de grote geleerden. Waren er discussies over bijvoorbeeld de sifaat van Allah. Heeft Allah handen? Of heeft hij bijvoorbeeld, al is het letterlijk of is het figuurlijk? Wat is het? Maar nu lees wij op Facebook, ik zie iemand die zegt, ah deze Ash'ari, ah deze Sofi, ah deze Salafi. Natuurlijk moeten wij nooit overdrijven in zaken. Natuurlijk zijn er stromingen waarbij duidelijk is dat je die personen eigenlijk niet moet volgen. Maar laten wij inshallah, geliefde aanwezigen, dat wij die vele stromingen die er zijn, zegt hij, zullen vele verschillen zijn in mijn gemeenschap. Wij moeten daar niet te veel naar kijken. Wat zegt hij? Sallallahu alaihi wasallam zegt hier, hij geeft ons raad. Al die verschillende gemeenschappen, al die wegen, zegt hij, houd jullie stevig vast aan mijn sunnah. En die van mijn naaste vrienden en volgelingen, hou eraan vast. Alsof je met je tanden iets vasthoudt om het niet kwijt te raken. En dan zeg ik jullie, de sunnah die wij nu van hem moeten volgen, echt waar, 5 keer per dag bidden. En gedraag je goed. Doe jouw salaat. En gedraag je goed. Kom naar de moskee en bid je 5 gebeden en wees een goed persoon. Bid jouw 5 salaat en gehoorzaam je ouders. Bid 5 keer per dag en geef eer aan je moeder. Bid 5 keer per dag en geef eer aan je vader. Bid 5 keer per dag en maak je studie af. Bid 5 keer per dag en werk. Alsof je elke moment bij Allah subhanahu wa ta'ala terug kunt keren. Want dit is hetgene wat ons van nut zal zijn, geliefde aanwezigen. Dit is de sunnah van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wij zijn veel te ongeleerd om al die sunnah en al die weerleggingen en al die idioterie wat mij betreft met elkaar te gaan zitten bespreken. Mensen hebben niet eens 1 letter Arabisch en ze zitten al met elkaar te beschuldigen over jij volgt die sheikh, jij volgt die sheikh. Is dit een sunnah van de profeet? Nee, natuurlijk niet. Sunnah van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is het goede gedrag. De ibadah van Allah subhanahu wa ta'ala, die is duidelijk. De ibadah van Allah is duidelijk, geliefde aanwezigen. Bovenaan, nummer 1, de top van de ibadah is de salaat.
Jouw salaat die moet goed zijn. Jouw salaat moet goed zijn. En als jij daarnaast nog vrijwillige salawat kunt verrichten, dan ben jij een werkelijk waar een engel in deze tijd. Dan ben jij een perfecte persoon in deze tijd. En als jij ook nog eens voor elkaar krijgt om misschien, als Allah jou daartoe in staat stelt, om af en toe wat extra te vasten op een maandag of een donderdag, dan ben je niet een engel, dan ben je iemand die gewoon bijna over de grond, niet eens de grond raakt als die loopt. En geliefde aanwezigen, en om deze twee zaken, deze ibadah, de salawat, om die echt goed te laten zien, komt jouw perfecte gedrag naar voren. Geef jouw beste gedrag aan een ieder die het maar verdient. Hoe vaak hebben wij wel niet gelezen over het goede gedrag van de profeet, dat hij daarmee de harten van de mensen heeft gewonnen. Dat hij daarmee harten heeft veroverd. We kennen allemaal hearts and minds, de oorlog om de harten en de gedachten. Wij moeten juist vanuit ons geloof, vanuit onze diepe overtuiging, vanuit ons voorbeeld van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dat wij inshallah dit gedrag gaan laten zien. Dus hij zegt, dus houd jullie stevig vast aan mijn sunnah en die van mijn naaste vrienden en volgelingen. Hou eraan vast, alsof je het met je tanden vasthoudt om het niet kwijt te raken. Geliefde aanwezigen, de profeet sallallahu alaihi wasallam is het voorbeeld voor de mensen in al het goede. Er is niets goeds geweest, of onze geliefde profeet heeft erover gesproken, en hij heeft het aanbevolen. Werkelijk waar, al het goede wat je maar kunt verzinnen. En weet je wat zo gek is, hè? Wij weten allemaal wat goed is en wat slecht is. Daarvoor hoef je niet geleerd te zijn. Dat zit in ons. Een klein kind vindt het fijn om te delen. Heeft hij ooit een hadith gehoord over delen? Nee, natuurlijk niet. Maar hij vindt het fijn vanuit zijn fitra. Een klein kind vindt het normaal om niet te liegen. Heeft hij hier over een theologische verhandeling gehoord van sheikh die en sheikh dat? Nee, het is vanzelf. En ook wij weten dat. Jij voelt zelf wel wanneer je iets goeds doet of wanneer je niet iets goeds doet. Jij voelt zelf wel wanneer je over iemand roddelt of niet. Jij voelt het vanzelf. En hierin moeten wij voor onszelf ervoor zorgen dat we deze zaken laten. Wij moeten ervoor zorgen dat wij straks zelf persoonlijk als eerste gered worden van het vuur. En daarna zullen wij ervoor zorgen dat de mensen om ons heen. Ja, eeuwige ledine, amen. Kool en voestakum ahlikum nara. Red jezelf en de mensen om jou heen van het vuur. Red de mensen binnen jouw invloedssfeer staan. Van het vuur, geliefde aanwezigen. Maar eerst jezelf. Dus de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ook. Er is niks slechts of de profeet heeft erover gesproken en heeft er zijn metgezellen ervoor gewaarschuwd. De profeet heeft met zijn woorden en daden opgeroepen om het doen van het goede. En het is Allah subhanahu wa ta'ala die de harten van de gelovigen heeft gevuld met verlangen om de profeet te volgen in zijn gedrag. Let op, het is Allah die jouw hart raakt en opent en er verlangen in stopt. Dat jij de profeet wil gaan volgen. Dat jij de profeet wil gaan volgen. Hoe lief was de profeet? Ik ga ook lief doen. Want dit volgen wij niet. Als wij bijvoorbeeld een gaan horen, wat is de sunnah? Ja, de sunnah van de profeet is bijvoorbeeld het slachten van een schaap op die en die tijdstip. En daarom moet je met je rechterhand dat doen en dan met je linkerhand en dan sta je op. Dat zijn allemaal die theologische verhandelingen die natuurlijk fiqh hebben. Dat is prachtig. Moeten wij ook kennen. Dan worden heel veel zaken ook duidelijk en ook gemakkelijk. Maar heel weinig wordt er bijvoorbeeld gesproken over zijn goede gedrag. Zijn goede gedrag naar jouw medemens. Denk je nou echt dat wanneer jij een bepaalde sunna over bijvoorbeeld, laten we zeggen, het binnentreden van het toilet of wat dan ook, of het uitgaan of het zitten en het staan en het je schoenen aan is, bij het aantrekken van je kleren eerst je rechter dan je linker, bij de wc binnengaan links en dan rechts eruit. Dat zijn allemaal natuurlijk hele goede zaken, maar heel veel mensen concentreren zich hierop en denken dat wanneer ze dit perfect uitvoeren, dat ze dan in de ogen van Allah een goede moslim zijn. Terwijl ze misschien ruzie hebben met die en die voor die en die uitschelden en die zijn schulden niet aflossen en die bij wijze van spreken voor gezorgd hebben dat zijn zaak helemaal failliet is gegaan. En ondertussen, wat ook een kwalijke zaak is, heel veel van deze personen die krijgen daardoor een bepaalde arrogantie dat ze denken van hey, ik volg de profeet zoals het hoort in zijn. Ik heb een siwak hier en ik doe dit en ik doe dat en ik bid zoals het hoort en ik ga met ze naar beneden 90 graden en ik ga weer omhoog en ze. Het zijn allemaal prachtige dingen. Maar ik zeg het nogmaals. Voelen wij ons fijn bij zulke mensen? Nee toch?
Wij voelen ons niet fijn, want wat horen we? Zodra je met hen praat, hoor je ze bij wijze van spreken meteen klagen over sommige mensen. Dan hoor je ze meteen zeggen, heb je de imam gehoord wat hij zei? Oh, dat klopt niet wat hij zei. Hij heeft dat en dat, dat gezegd, dat had hij niet moeten zeggen. Tuurlijk, ik maak fouten. De fouten die ik hier maak, zijn voor mij. En de goede dingen die ik hier zeg, zijn voor Allah subhanahu wa ta'ala. Maar tuurlijk maak ik fouten. Maar waarom moeten wij dan opletten op die verschillen? Waarom gaan wij niet op de overeenkomsten? Hij is een wat, hij is wat hij is. Maar we hebben allemaal één Allah. En we weten allemaal, we bidden 5 keer. En we houden allemaal van de profeet. En we willen zijn sunnah volgen. Laten we ons daarop concentreren. Laten we daar ervoor zorgen dat hierin bij ons, dit is de sunnah. De sunnah van eenheid. De sunnah van liefde voor elkaar. De sunnah van broederschap. De sunnah van het wedijveren met elkaar om het goede. Deze sunnah en deze gedragingen van de profeet en de metgezellen, die moeten wij volgen. Want denk je dat de metgezellen zomaar in zo'n korte tijd zoveel succes hebben bereikt? Dat komt doordat zij de sunnah van broederschap en liefde voor elkaar en van rechtvaardigheid en van het wegblijven van het slechte en van het doen van het goede, dit hebben zij bij elkaar gedaan. Allah zegt in de Koran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Jullie zijn het beste wat er uit de mensheid is voortgekomen. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hij zegt, jullie sporen elkaar aan tot het goede. En jullie weerhouden elkaar van het slechte. En jullie geloven in Allah. Deze twee zaken die jullie doen, het elkaar aansporen tot het goede. En het verwerpen van het slechte, moeten jullie doen vanuit geloof in Allah. Niet zomaar vanuit menselijkheid. Niet zomaar vanuit humanitaire overwegingen. Nee, vanuit geloof in Allah. En dan zegt Allah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Jullie zijn het beste van het beste van het beste wat uit de mensheid is voortgekomen. Jullie zijn niet vanuit een andere planeet. Jullie zijn niet van Mars of wat dan ook. Of weet ik waar jullie vandaan zijn gekomen. Jullie zijn mensen uit de mensheid. En jullie zijn het beste. En hier spreekt natuurlijk Allah over de sahaba en de metgezellen. Maar waarom zou dat niet op ons van toepassing kunnen zijn? Waarom zou dat niet van toepassing kunnen zijn op jouw gemeenschap, bij jouw thuis, bij jouw vrouw en jouw kinderen? Jouw vrouw moet tegen jou zeggen, dit is de beste man in mijn leven. Dit is de beste persoon, dit is het beste wat mij is overkomen, de dag dat ik deze man heb ontmoet. De meeste vrouwen zeggen, de zwartste dag in mijn leven is de dag dat ik mijn man heb ontmoet. Ik herinner me de dag als gisteren toen hij binnenkwam. En subhanallah, ik zag het aan zijn ogen. En het was alsof er een duivel binnenkwam. Maar hij vroeg om mijn hand. En ik weet niet waarom. En ik heb nu ja gezegd. En ik ben nu 30 jaar zit ik aan hem vast. En ik heb 4, 5 kinderen met hem. En er is voor mij geen weg meer terug. Subhanallah, wat voor man is dat? Wat is dit? Wat is dit? En dan zit ik niet om bij de vrouwen in een goed daglicht te komen. Maar ik zal u één ding zeggen. Een gelukkig huwelijk staat wat mij betreft. Ligt in de handen van de man. Ligt in de handen van de man. Want als wij als mannen onze vrouwen goed behandelen. Ik heb het niet over de heksen. Ik heb het niet over de vrouwen van de straat. Ik heb het niet over de vrouwen die werkelijk waar helemaal geen waarde normen hebben. Ik heb het gewoon over onze moeders en zussen en vrouwen die wij hebben. Gewoon net als ons. Doodnormaal die af en toe de moskee bezoeken. Wanneer wij zulke vrouwen trouwen en we hebben een ongelukkig leven. Dan heeft dat te maken met ons. Want dan hebben wij de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Waarbij hij zijn vrouwen meer dan perfect heeft behandeld. Hebben wij niet nagedaan. Vele overleveringen over de sunnah. Dat hij natuurlijk wanneer zijn vrouw Aisha radiallahu anha. Ze heeft gedronken van het glas. Hij kijkt waar ze gedronken heeft. Hij draait het glas om en legt zijn lip op de plek waar zij hem heeft, gezet. En denk je dat dit geen effect heeft op zijn vrouw? Denk je dat dit geen effect heeft op onze vrouwen? Wanneer wij met hun lachen. Wanneer wij met hun spelen, wanneer wij hun als het ware, als onze kinderen zien. Het is een amana die wij van Allah subhanahu wa ta'ala hebben gekregen binnen ons. En hij heeft ons over hun de verantwoordelijkheid gegeven. En rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, de mannen zijn als het ware, hoe moet ik zeggen, die zijn, nou laat ik maar even in mijn bewoordingen, emotioneel en ook fysiek boven de vrouwen gesteld. Dit is niet dat de vrouwen lager zijn dan de man, maar wij hebben de verantwoordelijkheid over onze vrouwen. En natuurlijk, weet je wat je vaak ziet? Wanneer een vrouw op de een of andere manier de man ongehoorzaam is geweest, dan krijgt ze van de man 10, 15, 20 ahadiths, waarin een ayat uit de Koran, waarin de vrouw wordt opgedragen om haar man gehoorzaam te zijn. Weet jij niet dat de vrouw wanneer zij zelfs een missie verder moet aansteken, als ze daar toestemming voor moet vragen? Heb jij niet die ene hadith gelezen, dat je eigenlijk voor mij zou moeten knielen, maar dat dat niet kan en daarom hoeft het niet.
als mannen zijn, leggen niet die andere ahadith waarin Salah Sim zegt. Rifken bij Kawarim. Dat vrouwen zijn net als kristal. Kristal is breekbaar. Kristal hoef je maar tegen te blazen. Ting en het is gebroken. Hij zegt, zo zijn onze vrouwen. Ze zijn net als kristal. Behandel ze rustig. Behandel ze goed. Dit is ook een sunnah. Dit is een sunnah. Waarom zitten we niet hier de lessen over te volgen? Ja, sheikh, geef mij de sunnah van de profeet. Dan krijg je perfecte sunnah. Die alleen maar te maken hebben met links zitten, rechts staan. Al die zaken. Perfect. Ik vind echt, dit moet. Maar eigenlijk zou je ook een keer een hele lessenserie moeten hebben. Hoe moeten wij met onze vrouwen omgaan? En natuurlijk moeten de zusters ook lessen krijgen. Hoe moeten ze met hun mannen omgaan? En ook kinderen. Hoe moet je met je ouders omgaan? En dan heb ik het nog niet eens over hoe ouders met hun kinderen dienen om te gaan. Subhanallah. Ook daarin zouden wij als vaders en moeders lessen, cursussen. En het is allemaal duidelijk. Alleen het mooie ervan is herinnerd. Broeders en zusters, ik voel dat ik natuurlijk een beetje lang aan het praten ben, maar het komt toch natuurlijk door dit prachtige onderwerp. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. De mensen die de sunna van de profeet sallallahu alaihi wasallam volgen, die zeggen dat hun deze eier. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. En wat betreft degene wiens gezichten wit zullen zijn, wiens gezichten zullen stralen, zij zullen in de barmhartigheid van Allah verkeren. Zij zullen daarin eeuwig leven. En Ibn Mas'ud, of Ibn Abbas, radiyallahu anhu, heeft gezegd over deze eier. Dan moet ik even zoeken dat dit vers zijn. Hier is het. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In het huidige leven zullen deze mensen stralen. En ook de hiernamaals zullen zij natuurlijk ook prachtig bij Allah subhanahu wa ta'ala in Jannah zijn. En dat zijn de mensen die wat de profeet zegt, dat ze hem hierin zonder aarzelen gehoorzamen. Geliefde aanwezigen, het is duidelijk dat wij de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam dienen te volgen. Het is meer dan duidelijk dat wij de gedragingen van onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam moeten volgen. En degene die hem in zijn kleding en in zijn alles kunnen volgen, mashallah. Maar de beste onder ons, dat zijn degene die het beste zijn met hun vrouwen. En hij zegt, en ik ben de beste met mijn vrouwen. En wij moeten ervoor zorgen dat ons gedrag, dat gaat stralen. Dit is de sunnah van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Zijn gedrag, geliefde aanwezigen. Zijn gedrag, met name binnen zijn huis. Laten wij daar maar mee beginnen. Laten we daar maar mee beginnen voordat wij een gemeenschap gaan. Iedereen moet beginnen bij zichzelf. Een betere wereld begint bij jezelf, geliefde aanwezigen. Denk daaraan. Versterk de band met je ouders. Versterk als vader, als ouder, de band met je kinderen. Versterk als man de band met je vrouw. Geliefde zuster, versterk de band met je man. Wij als mannen dienen geduld te hebben met onze vrouwen. Vrouwen, wees slim met je man. Geef hem het gevoel dat hij het voor het zeggen heeft, maar ondertussen ben jij degene die alles bepaalt. Denk daar, dat meen ik echt, geliefde aanwezigen. Want wij als mannen, wij hebben natuurlijk ook een bepaalde mate van ego. Wij willen natuurlijk het gevoel hebben dat wij, zoals dat zeggen, de broek aan hebben. Slimme vrouwen geven de mannen, hier, draag hem maar, vriend. Maar het gebeurt op mijn manier. Laten we hierin, weet je wat dit is? Dit is, hoe moet ik het zeggen? Dit zijn die vrouwen, die echt die slimme vrouwen. En wij als mannen moeten natuurlijk geduldig zijn met onze vrouwen. Waarom heb ik nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik wil helemaal niet hierover gaan praten. Ik wil over de sunna van Mohammed sallallahu alaihi wasallam gaan praten. Hoe belangrijk het is. En natuurlijk, maar dan krijg je natuurlijk een gevoel dat dit eigenlijk is dit het allerbelangrijkste sunna die er is. Want hoeveel scheidingen zijn er de laatste tijd? Alhamdulillah, wat een feit is dat vrouwen tegenwoordig, alhamdulillah, een bepaalde mate van onafhankelijkheid hebben. Ook vrouwen zijn goed gestudeerd, ze hebben hun eigen inkomen, zij zijn niet meer zo erg afhankelijk van ons. Zij hebben nu ook een zoiets van, hé vriend, als het niet gaat zoals ik het ook zou willen, dan is daar de deur. Hierin moeten wij als mannen zijnde een beetje goed mee omgaan.
Wij kunnen deze onze vrouwen niet meer behandelen zoals onze vaders dat in de jaren 40, 50, 60 hebben gedaan. Dat is de realiteit. Heel veel broeders, echt waar. Het is echt van de zot. Het is toch niet normaal. Een jonge man van 28 met drie kinderen en zijn vrouw is 25 en ze zijn gescheiden. De oudste is 5 jaar en de jongste is 2. Wat? Dat is toch... Zij heeft haar baan, zij heeft dat dit en het is op de ene. En dan weet je wat hij dan zegt? Ja, dit en hij gaat klagen over haar. Maar dit is de realiteit. Wil jij jouw gezin bij elkaar houden? Wil jij ervoor zorgen dat jouw dochter goed opgroeit in deze samenleving, in ons land? Dan moet je daarin geduld hebben. Al die vlogmeisjes, allemaal gescheiden. Allemaal gescheiden. Allemaal hebben ze geen vader. Ik zeg niet dat ze slecht zijn, maar ik zeg er niks over. Ik zeg alleen, al die vlogmeisjes, en wie wil er nou een vlogdochter? Niemand toch? Mogen alle hen die terug laten leiden naar het goede pad. Ik meen het echt. Dus als man zijnde, je hebt kinderen met je vrouw. Weet je wat ik dan zeg? Klaar. Je bent nu niet alleen maar vastgeketend aan je vrouw. Je bent vastgeketend ook door je kinderen. Sabr. Heb sabr. Heb sabr. Heb sabr. Want weet je wat het is? In Allah ma'a sabirin. Allah is met degene die geduldig zijn. Stel je voor dat jij geduld hebt met je vrouw. En je hebt geduld met haar. En jij hebt zoveel geduld totdat je kinderen zijn opgegroeid. Ze hebben de waardenormen van de islam meegekregen. En je hebt ze uiteindelijk, je dochters, zijn ze alhamdulillah getrouwd. En je zoon is getrouwd. En ze zijn goed terechtgekomen. Denk je dat Allah dat niet ziet? Denk je dat Allah subhanahu wa ta'ala dat niet van boven de zeven hemelen ziet? Denk je niet dat je daarvoor een grote beloning zal krijgen? En denk je niet dat aan het eind van je leven dat het ook heel erg goed zal gaan met je vrouw? En natuurlijk heb ik ook natuurlijk voor de vrouwen zijn er ook natuurlijk genoeg boodschappen waarbij de vrouwen natuurlijk ook weer niet moeten overdrijven. En dat zij ook stappen moeten hebben. En dat wanneer de mama een dag hard werken thuis komt, dan dient zij hem te ontvangen met een stralend gezicht en alles. Maar wij mannen moeten ook weten dat als de vrouw jou niet ontvangt met een stralend gezicht, dan moet je weten, ze heeft de hele dag thuis gezeten, ze heeft de hele dag in het huis zitten opruimen, ze heeft de... dan moet je ook sabr hebben. Dus dit zijn ook weer de sunnah van de profeet. Geduld, sabr. Hij zat met zijn vrouwen en ze zaten met elkaar. En toen op een gegeven moment was er een situatie waarbij de ene vrouw gooide eten op de andere vrouw en zegt tegen hem, ja, zo kijk, zij gooit eten op mij. En hij ging naar achter en zei, ja, dan mag je eten teruggooien. En zo zaten ze eten in elkaar te gooien. En de profeet zag dat er eigenlijk glimlachte. Want zo zijn vrouwen gewoon. En na een tijdje was het allemaal weer goed. Hoe zouden wij reageren met onze vrouwen wanneer zij zoiets doen? En dan moeten wij gelijk de lucht ingaan. Wij zijn gelijk, wij moeten man laten zien. En ik zou jullie één ding zeggen, geliefde aanwezigen. De sunnah van de profeet zal uitzenden. Degene die zijn boosheid kan onderdrukken, is de sterkste van ons. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala dat hij ons in staat stelt om de prachtige zonen van de profeet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam